In Suriname schijnt de zon volop. Waarom zou je die zon niet kunnen gebruiken om het tekort aan elektriciteit op te lossen, dachten ze in het dorp New Koffiekamp. Sterker nog zou zijn een transitie van fossiele naar duurzame energie een push te geven. Want brandstof uit de stad is duur en elektriciteit die aangeleverd wordt via het stuwmeer is niet altijd constant. En waarom die zonne-energie die uiteindelijk goedkoper is, niet gebruiken in het onderwijs? Het Johan Ferrier Fonds, dat zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft, steunt het initiatief van Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname, kortweg Stichting DONS. Verslaggever Sam Jones neemt een kijkje bij de Johannes Kwame School in het dorp New Koffiekamp en maakte de volgende radio- en televisiespecial. Het is een spannende dag voor de kinderen van de Johannes Kwame School op New Koffiekamp. Ze worden gefilmd, want ze krijgen vandaag een bijzondere les van juf Yvonne Pinas. Samen met Tekela Helderberg, de schoolleider, is ze al druk bezig met de voorbereidingen. We gaan naar onze ITC-ruimte. Op het dak van het ICT-lokaal zijn zonnepanelen. Alles in het lokaal werkt op zonne-energie. Jongens en meisjes, ik ga een les verzorgen en die les gaat over energie. Hendrik Komfalis van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname, kortweg DONS. Het project heet Zonne-Energiecentrum New Koffiekamp en het houdt in om middels duurzame energie via zonnepanelen te proberen het onderwijsniveau in New Koffiekamp te verhogen. Maar hoe komt het dat we die zonnestralen kunnen gebruiken om onze ITC-ruimte draaiende te houden? Denk aan het opladen van die laptops, denk aan onze lichten. Hoe komt het? Gaan we de zon gewoon nemen en hier zetten? Alles is nog redelijk nieuw voor deze groep. Maar na de les komen ze wat los. Hoe krijgen jullie licht hier zo in het dorp? Dat is zonne. Dit gebied is een gebied waar men doet veel aan goud delven hier. En dan motiveer ik ze, zeg, hey, doe je best op school. Ga niet eraan denken, zeg, hey, ik ga na de zesde klas ga ik goud delven. Kwek, is het gevallen? Abungunuski? Nee! Zo'n 20.000 euro is de eerste investering in dit duurzame educatieve zonneproject, waar ruim 20 grote zonnepanelen voor het dorp en voor de school onderdeel van uitmaken. We willen naar creatieve kinderen en het cognitieve niveau van kinderen verhogen. Dus het opnemen van kennis en ervaring en dat kunnen vertalen op een begrijpelijke manier. Daardoor krijg je mondige jonge burgers. We hebben Johan Ferrier Fonds benaderd om te investeren in dit project. En dat sluit uitstekend aan bij de doelstellingen van beide organisaties. Duurzaamheid, eigen kracht en ontwikkeling. U zag een reportage van het Duurzame Educatieve Zonneproject, de New Koffiekamp. Deze productie is mede mogelijk gemaakt door het Johan Ferrier Fonds, dat verschillende onderwijsprojecten in Suriname ondersteunt. Elk jaar is er in Nederland ook een Johan Ferrier lezing. Dit jaar vindt die op 24 mei plaats en wordt gehouden door columniste Sheila Sital Singh, die met haar scherpzinnigheid en humor mensen aan het denken zet. Stichting DONS en partners streven naar duurzame ontwikkeling in Koffiekamp. Zij willen ook andere dorpen in het binnenland voorzien van zonnepanelen.